Hier is weer een nieuw avontuur. Van Dikkie Dik. Van zeep. Ja, deze keer gaat het over zeep. Weet je wat het is? Ja. Nou, wat dan? Dat moet je in een bad doen. En dan ga je wassen. Ga je handen mee wassen, hè? Ja, en je benen. En je voeten. Ja. En wat heb je er nog meer bij nodig, bij zeep? Voor je knieën. Water, hè? Ja. Met water. Ja. Laten we maar gauw gaan kijken. Ja. Dikkie Dik is in de keuken. Mm. En op het aanrecht bij de kranen staat een bakje. En in het bakje ligt een stuk zeep. Tja, wat zou dat zijn? Dikkie Dik weet het niet. Hij probeert het te pakken, maar hij kan er net niet bij. Hij springt op het aanrecht en half over de kraan hangend ruikt hij aan het stukje zeep. Dat ruikt lekker. Het ruikt naar bloemetjes. Misschien kan je het wel eten en smaakt het heel lekker. Dikkie Dik, die likt aan het stukje zeep. Bah, wat vies. Dikkie Dik heeft zo'n vieze smaak in zijn mond, die gauw een slokje water neemt uit de kraan. Dan kan de kraan ook niks aan doen. Nee, als hij nu maar niet ziek wordt van het stukje zeep. Nee hoor, ziek wordt Dikkie Dik niet. Met zijn bloemetje op. Ja, zal en dan krijg ik die bellenblaas. Ja, er komen allemaal bellenblaasjes uit zijn mond. Ja. Zeep moet je nooit eten. Daar was je je handen mee en je voeten en je neus en je oren. En dan ben je weer helemaal schoon. Ja.